Okay. Maar zeg, ik ga gewoon mijn cap ophouden, ik denk dat dit is voor iedereen. Stoer. Nee. Wordt dit professioneel gaan of is het echt gewoon exact even? Ja, ik kan gewoon een studio zetten. Is het de Universal Studios en deze podcast? Is dat een goede hoek? Dat was wel een coole zoom. Ja, hè? Dat is mij nodig, denk ik zo. Ben je klaar? Ik ben klaar. Oké. Ja, ja. Okay. Zijn jij klaar? Eerlijk? Nee. Ja, dat is wel. Wat mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van Gossip Guy Podcast. Mijn naam is Dennis Scholtens en vandaag zit ik hier met Jitse Pauwaard. Yo, yo, yo. Tweede keer. Eerste keer was een microfoon thuis vergeten. Inderdaad. Je werd letterlijk de eerste op dat moment bekende persoon. De eerste die je niet in het echt kende. De eerste die ik via sociale media had gevonden en dan op de podcast had gevraagd. En dan verneuk ik daar door een slechte microfoon mee te nemen. Het was nog altijd tof. Het was maar nog dus, tof. Ja, ja? En nu ga je zelfs ook zien dat de micro niet aanstond, dus het ook allemaal is kloon. Dus ronde 2, heb je er iets of wat zin in? Super veel zin in. Okay, dat is goed. Ja, we hebben het net ook al gezegd. Vorige keer dat we de podcast hebben opgenomen, was jij net gaan feesten? Ja, ja, klopt. Was en een beetje brak. Half dronken. Ja? Half dronken? Half dronken, redelijk veel kater. In de trein ook nog een beetje zet. En deze keer zijn de rollen omgedraaid. Als in, ik ben niet zet of zo. Oh, maar ik ben echt nog met die camera aan het prutsen. Ik ben niet zet, maar ik heb pittig weinig slaap gehad vannacht. Dus, als ik over mijn woorden struikel... Zo hoort het. Mijn excuses al op voorhand. Tradities voor de volgende keer zorgen dat we alle twee kater hebben en dan staan we gelijk. Ja, vraag die ik eigenlijk altijd stel, maar ik ga ervan uit dat mensen u ondertussen kennen, omdat je al op de podcast bent geweest. Voor de mensen die u niet kennen, van wat zouden ze kunnen kennen? Ze zouden mij kunnen kennen van dwaze filmpjes op Twitter. Oké. Okay. Of van mijn geweldig, supergoed te produceren TikToks. Ja. Of misschien van in het uitgaan in Overpoort, een keer dronken dat ze me tegenkomen. Dat is al een paar keer gebeurd ook. Serieus? Dat er mensen zeggen, ah, oké, en dan denk ik, ah, het is van de filmpjes. Okay. En dan zeg ik, ah, hey, hallo, want dan zeg ik meestal die van, waar ken ik je? Want dan ben ik al gewend dat ze me gewoon kennen via de filmpjes. Uh-huh. En dan zeggen ze, ah, herken je me niet meer? Hey, van in Overpoort. En dan, ah, nope. Daar herinner ik me niet meer. En spijt me. Je zegt, ik ben gewoon dat ze mij kennen van de filmpjes. Zijn er andere plekken van waar dat ze u zouden kunnen kennen? Of van waar dat je zeker hoopt dat ze u misschien kennen of zo? Als je van Knokke Hey zelf bent, misschien van een musical of toneel, dat je een keer gezien hebt. Of... van een reclamecampagne dat een keer gedaan is tegen de hasboetes en knakgeest. Voor de rest, nee. Musical doe jij inderdaad wel regelmatig. Ik zie vaak op je stories. Ja, ja. Heb jij de afgelopen jaren meerdere musicals gedaan? Want ik heb van iets gezien waar jij een pak... Nee, dat was, ik heb sinds 3 jaar een musicalgroep met 2 vriendinnen van me opgericht. Cool. En we schrijven zelf de musicals en al. Twee van ons doen er mee, één iemand niet. Oh, vet. En, maar een andere musical is nog niet mee dan. Maar daarvoor ook wel altijd toneel gedaan, vanaf dat ik... Zolang dat ik me kan herinneren, altijd theater gedaan. Vet, man. Sinds kort mijn eigen ding. Lekker. Cool, cool. Ik denk dat we daar ook over gehad hebben vorige keer, maar... Ja, zo kunnen. Ik weet het niet meer als het. Ik weet niet meer heel veel erover. Is echt... Jawel. Stam een beetje vaak, Dat is al lang geleden. En in de Overpoort, als je dan zat wordt aangesproken, of ik weet niet of dat gaat, maar heb je dan moeite met je rustig, probeert je dan echt normaal te doen? Of denk je dat... Hoe dronken dat ik ook ben, niemand ziet aan mij. Ik kan echt super blackout drunk zijn en mensen doen de volgende aan mij, was je dronken gisteren? En ik weet van niets meer. Echt? Dus hoe dronken dat ik ook ben, bleef ik nog altijd... Zelfs, en kan ik ook altijd nog een verstandige beslissing maken en kan ik zorgen dat ik bijvoorbeeld veilig thuis raak of de andere mensen veilig thuis raken, ook al weet ik de volgende dag niet meer wat dat er gebeurd is. Dat is zo knap. Ja. Je was dronken gisteren. Ah ja, massa's. Serieus? Nee, je was niet dronken. Ja, dat is wel... Hey, dat is wel chill. Ja. Ik ken weinig mensen die dat kunnen. Ja, inderdaad. Sommige... Ik had gisteren... Heb jij ooit een negatieve ervaring gehad dan? Want in de Overpoort zijn ze vaak zet. En ik weet dat er op West-Vlamingen sowieso gekrekt wordt. Als jij dan een van de bekende West-Vlamingen op Twitter bent. Niet in Noordpoort. Wel één keer op Couleur Café. Uh-huh. Ik haat als mijn vriend... als ik met iemand aan babbelen ben en die weet bijvoorbeeld niet wie dat ik ben. Ja. Dan haat ik dat als mijn vriend komt en zegt, hey, ken je hem? Ja. Dat is iemand van Twitter. En dan zet je me vast. Dan kan ik zeggen van, ja, inderdaad, dat ben ik. Hallo. Hoe stom is dat? Of nee, stop. Ja. Nee, dat gaat ook niet. Dus. Nee, of moet jij een foto? Dus. Ja. Fuck. Dat is ook al een no-go. Dus dat was één keer op Kleur Café, dat het dan bij de meisjes waren. Als jullie aan het kijken zijn. Hey. Bij de meisjes waren die daar zaten. En mijn vrienden zeiden, of een paar daarvan zeiden van, hey, ken je hem? Maar er waren er ook een paar die totaal niet wisten wie ik was. Ja.
Dus ik zat daarbij, maar we hadden ook redelijk veel gedronken. En ik had een maat op een hele avond al de slappe lach. Okay. Dus ze waren erover bezig. Hey, en die meisjes waren aan het tonen aan elkaar, die filmpjes en allemaal. Dat had ik ook al erbij zitten en ze tonen aan. Want dan zit je daar zo, hey, hallo, ik hoor nu mijn eigen stem. Super gemakkelijk. En ik had ook heel de tijd de slappe lach met die maat van me. Mm-hmm. En die meisjes dachten waarschijnlijk dat we like, met hun aan het lachen waren ofzo, wat dat totaal niet waar was, maar ik was gewoon echt als laag niet in, want like, het was 4 uur s'nachts, dus ik dacht niet na van, ah ja, moet ik even mijn Twitter-kanaal gaan verkopen. En een van die meisjes zei dan van, ah, en daarmee zei je bekend. En dan wist ik zo nieuw dat ik erop moest zijn, zo, ah ja, dat is niet echt mijn ding en zo, en dat wist ik toch niet. En dan waren wij daar nog super hard mee aan het lachen, want op dat moment kon me dat ook niet schelen dat ze die filmpjes niet tof vond. Dat is gewoon... Een hele rare situatie. Ik kan me iets van voorstellen dat je... Er was het laatste meisje dat naar mij kwam om te zeggen van... Hey, ik weet niet dat je bent, maar ik volg je niet, hè. Yeah. Oké. Okay. Ja, ik bedoel, super. Dank u. Ja, inderdaad. Dank u wel. Ja, nee, maar op zich, ik heb nog nooit echt heel negatieve ervaringen. Nee, ik ook niet. Ik heb gisteren... Ja, op zich is dat niet interessant. Vertel. Wat interessant maken. Je gaat het interessant maken? Oh, shit. Nu ben ik benieuwd. Nee, ik had sowieso in de McDonald's Pokeballs gekocht bij de Happy Meals. Ja, ja. Eigenlijk gewoon Happy Meals zonder eten, maar alleen die speeltjes, weg hier zijn er nog. Hij had echt enkel de speeltjes gekocht. Ja, dat kon. En daarom dacht ik, als het kan, waarom niet? Ik weet tuurlijk, niet. Tuurlijk. Dat was de redenering op dat moment. Domme aankoop. Ik heb daar een paar weggegeven aan kleine kindjes in McDonald's zelf. Dan een giveaway gedaan online, maar ik ben met die Pokeballs naar Overpoort gegaan. Met dat je riem... Ja. Ah, ik heb er een foto van gezien op je story, denk ik. Heel veel. Mijn hele riem zat vol met van die Pokeballs. En ik moest ze nog weggeven op mijn giveaway, maar tijdens het uitgaan zijn er zoveel gepikt. Ja, je zit met ze kwijt raak. Ja. Had ook gewoon mijn vrienden. Mijn vrienden hebben ze eerst gepikt, toen hebben die kwijtgespeeld. En dan ben ik overgebleven met iets van 6. Dus degene dat je al beloofd hebt aan mensen die het gewonnen hebben... Nee, maar ik had sowieso een deel... Ik heb de winnaars ook al bekendgemaakt. Ja, de winnaars krijgen een pokebal, geen zorgen. Maar ik weet niet, ik moet er eigenlijk voorzichtig mee zijn, want ik dacht, dat was voor mij eerst een mopje. Maar toen bleken er mensen echt geïnteresseerd in die giveaway. Even, oh shit, dat loopt hier een beetje uit de hand. Oh shit, mensen dan echt plastic speeltjes van de McDonald's. heb jij vroeger echt Pokémon gekeken? Nooit. Niks. Pokémon, nooit gekeken, nooit speeld. Nee, ook de game? Nee, totaal niet. Speel. Ook geen kaarten, niks. Ik weet eigenlijk niks van Pokémon. Oké. Maar met veel dingen zo. Dat is echt het enige gespreksonderwerp dat ik vandaag heb voorbereid. Ah ja, dat is goed. Pokémon, ja. Oké, we gaan aan de tour mee filmen. Je mag dingen verzinnen. Ja. Oké, even net zo wat je hebt. Daarover heel veel dingen dat mensen verwachten dat iedereen naartoe gekeken heeft. Dat ik geen enkele Star Wars film gezien. Harry Potter films, tot sinds kort nooit gezien. Geen Pokémon. Heel Cartoon Network, nooit gekeken. Heel veel van die dingen dat mensen... Super gechoqueerd dat ik dat niet gekeken heb. Waarvoor, sorry. Ik was Disney Channel. Kero. Ja, ik ook. Ja. Ik heb zoveel tv gekeken als kind. Die had tijd over. Dus, ja. Maar ik was Cartoon Network, heb ik gezien. Ik nooit. Disney Channel en Nickelodeon vooral. Ik heb net eigenlijk niet zoveel. Ik ook niet zoveel. Maar de reden dat ik niet naar Cartoon Network keek, was de eerste keer... Allee, twee keer daar sowieso niet naartoe. Mm-hmm. Ik had er dan een keer naar... Ik had er dan een keer naar gezapt. En het was dan van Johnny... Maar ik was super bang. Johnny kind Bravo. Ja, het was dan van Johnny Bravo. En dat was met een vampier. Maar ik was super bang van alles met vampieren en al. Dus dat was dat. Dus heb ik teruggezapt en nooit meer toe gekeken. Want in mijn hoofd was Cartoon Network... Dat was te volwassen, maar mij was vervloekt. Even over enge kinderprogramma's. Heb jij ooit griezelverhaal voor ettertjes gezien? Ja. Wat de kut. Dat was fucking eng. Dan ben ik echt nog bang van Dat was met die intro met die grote... Munten of filmdingen, zoals wij met die spin, dat is waarschijnlijk. Die spin die altijd kapot is. Fuck maat. Ja, echt veel enge dingen. Eigenlijk die film Coraline, heb je dat ooit gezien? What the fuck, ja. Ik vond dat was echt geen kinderfilm, toch? Nee, dat was verschrikkelijk. Toen ik keek op Halloween in de kaai zat en dat ik super jong waren, heel die nacht niet kunnen slapen. Echt. Ja, nee, same. Ik weet niet, ik weet dat ook niet meer zo hard, maar ik ga gewoon je same zeggen. Concept voor een kinderfilm, naai knopen en mensen in hun ogen, hoort... Echt niet thuis in kinderen. Nee, oké. Okay. Maar dus, jij kent geen Pokémon's? Nee. Allee, Pikachu, Charmander... Nou, ik niet doen. Ik wou zeggen van, hey, zeg welke Pokémon dit is. Pikachu. Zijn de Pikachu. Kun je dat zien? Yes. Oké, next. Welke is dat? Echt, hè? Echt geen idee. Geen idee? Raad in de comment below. Zo, live, ja. Echt geen idee. Nee? Karaan. Ja, dat vind ik wel goed. Dus, voor de mensen op Spotify, het is een soort palmboom met poten.
En... Drie kokosnoten met gezeten. Ja. Kokio. Kokio. Dat is exact juist. Ja? Daar is diep in mijn heen. Dat is executor. Executor. Is rups. Rups, ja. Eigenlijk, ik had dan graag rupsie. Rupsie? Dat is de stomste guess. Wacht, <Weet je? laughs> Dit. Ik ga, deze, ik ga mijn tweede camera eens gebruiken. Dat stelt gewoon niet scherp. Ik ga mijn eerste camera eens gebruiken. Maar als die evolueert, dan wordt het snap cooler. Hoe? Als die evolueert. Dus okay. Stel maar evolueren. Ja, ja. En hoe wordt zijn naam dan? Rupso. Rupso. Rupsie, Rupso en? Als... Rups. Rupsos. Rupsos. Het is allemaal de schuld van de rupsossen. Nee. Dat is Caterpie. Caterpie. Dat is minstens even onorigineel. Ja, klopt. En dan wordt dat... Caterpie. Metapods. Caterpie. Caterpie. Exact, ja, daar zal het vandaan komen. Daarom kijk ik er niet op. Ja. Alleen maar kattenpies. Nee, klopt. Maar dus geen fan van Star Wars, geen fan van Pokémon? Nee, ik heb het gewoon nog niet gezien. Ik wil wel naar Star Wars kijken, het ziet er wel tof uit. Maar gewoon nog niet aan begonnen. Er zijn er ook al heel veel films van taal. Ja, klopt. Een keer een weekend stuk of 9 origineel en dan een paar side stories. Dat is wel echt lastig, want mijn cadeau voor u vandaag... was een poster van Star Wars. Hoe weet jij dat? Kon ik het raam? Ja. Ah, merci, merci. Ja, alsjeblieft. Is dat van de nieuwe film? Dat is een nieuwe film, echt een beetje een shitfilm. En dat was Olaf's cadeau. Eigenlijk wel, maar Olaf had niet. Dus jij mag dat met mij meepakken. Daar is gekleerde cadeaus. Exact. Nee. Ik had wel een cadeau, wat is de foto? Wat was de dat? Foto? Ja, de foto was toen aan zeggen, wacht voor op de podcast. Ja. Maar dat gaan we straks doen. Oké. Er staat al heel tijd zo'n notificatie, hè. Dat is super annoying. Ja, heel tijd staat er dat ik één notificatie heb. Ja, ik een paar dagen geleden, ik denk dat het bijna iedereen echt had, dat zo gewoon u een bericht gestuurd, een foto gestuurd, niet openen. Ja. Ik dus voor op de podcast, denk ik, hoe de fuck, mag dat nu weer ik weet niet, ik dacht er ineens aan. Maar het gaat straks allemaal duidelijk worden. Ik ben zo benieuwd. Blijf luisteren als je het wilt weten. Als geen dickpic is, ben ik naar huis. Sorry voor gewoon de podcast. Okay. Ik wou nog iets zeggen over Pokémon. Mijn vraag was ook: heb jij dan ooit Dragon Ball Z gezien? Nee. Weet je wat het is? Ongeveer, ik denk dat ik heel hard verwaard met Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Wel gezien? Nee, ook niet. Fuck, man! Dit is mijn kindertijd, ik heb niks meer over te praten. Ik was niet die kerel. Dus Disney Channel, wat was het beste Disney Channel programma? The Wizards of Waverly Place. Oké. Okay. Hands down. En dan? En dan? Vond jij Hannah Montana goed? Ik vond gewoon hoe dat Miley Cyrus daar acteerde niet tof. Ik kon daar echt niet doorprikken. Ik zag echt gewoon Hannah Montana. Ik zag op dat moment geen Miley Cyrus of zo. Dat is gewoon zo overdreven geacteerd allemaal. Hij zei, wow, en die jongens boom. Maar ik denk dat ook gewoon is, heb je dat gewoon recent nog eens gezien? Of heb je je daar toen al, op die leeftijd al aan gestoord? Later, niet nu, maar like, een paar jaar geleden, dat ik besef van, amai, dat was slecht. Ja. Maar ik denk dat je dat als kind gewoon niet ziet. Nee, als jij een kind net ziet, dan zijn dat gewoon in je ogen enthousiaste mensen. Als jij nu ziet, dat zijn mensen van uw leeftijd die inderdaad, hey jongens en meisjes. Dat is gewoon niet... Like spring. Dat is overdreven, maar dat is hoe dat content voor kinderen werkt, denk ik. Ja. Ja. Like spring was ook gewoon, no offense, als er iemand kijkt die je spring meedeed, waarschijnlijk niet. Okay. Maar dat was zo, dat eerste seizoen dat was zo slecht geacteerd, als je dat terugkijkt. Is dat? Ik heb er echt nooit gezien. Echt? Oh, verschrikkelijk. Maar ook gewoon, like de stijl van bewerken en al, super vreemd gewoon. Is dat? Like, ik weet niet of dat toen eerder de stijl was van tv, maar dat is gewoon zo raar om te kijken. Oprecht al heel lang niet meer gekeken. En nu dat ze dan dansen, had daar zo die dance breaks dat ze doen. What the fuck? Zo, ik dacht en zo gewoon super hard gekut, dat cool lijkt. Maar... Ik dacht oprecht dat super goede dance is. Nope. Ik was verliefd op een van de meisjes, maar ik weet niet meer wat haar naam is. Katrin, Tony. Wacht, ja. Die had ook personage. Nou, Roxanne. Is de bitch. Ja. Roxanne was een bitch. Ik val bitchjes, denk ik. Maar ze was ook wel tof. Want Katrien was geen bitch, maar dat was ook gewoon een suit. Ja, dat kan. Like, meestal is dat de bitch het interessantste zijn en de anderen zijn gewoon... Ah, ik ben braaf en tof. Wauw. Een heel bevakkig vindje voor je, denk ik. Wat? Nu is dat veel beter. Gewoon de bitch was in mijn ogen volgens mij de knapste. Die is stoer, die is cool, die is anders. Exact. Ik wil... Iets in mijn hoofd zegt van, praat nog een uur over Spring. En iets in mijn hoofd zegt, switch het onderwerp. Wat gaat meeste kliks hebben? Spring of... Springdrama. Zo, maar nu zo in de thumbnail, zo alle springmensen. Ja, dat lijkt me ook nog wel interessante gasten. Jelle Kleimans.
Ah, ja, is ja. Nog wel ver gekomen van... Ja, zo wat vind je bij Spring? Ook wel zijn niche gevonden, zo met ook musical theater en allemaal, wel zijn ding gevonden. Exact. Ik heb er vorige keer ook gevraagd, maar we zijn... Vorige keer dat ik u op de podcast had, dat jij net 10.000 volgers. Ja. Nu heb je er 17.000. En is etje. Dat is zot. Dat is echt oprecht. Ik wist niet dat er zoveel mensen binnen België geïnteresseerd waren. Ten eerste in Twitter. En dan ook nog eens in jouw specifieke... Nee, West-Vlaming dan. Ja. De slechtste van alle... Dat is gewoon... Dat is letterlijk waar dat altijd op gekakt wordt op Twitter. Ja, dus dat is. Dat er toch zo'n succes is. Ja, ja. Dat, wel? Allee, dat is. Echt respect. Veel mensen die eigenlijk durven ervoor uitkomen dat ze West-Vlaams zijn. Ja. Die altijd zo... Ah, en dan... Ja, en dan fuck it. Full West-Vlaams op Twitter. Fuck the fucking key. Exact. Ook sindsdien op Twitter begonnen. TikTok. Klopt. Voor je podcast heeft zitten aansmeren. Ja, dat zit een verkooplijst wat die ambassadeur was van TikTok. Ja. En jij bent de eerste testcase, degene aan wie ik gezegd heb, ga op TikTok. En het ook echt effectief gedaan heeft. Ja, wel echt een tijdje erna. Ik had echt wel een lang tegenhoog. Ja. Want in mijn hoofd was TikTok echt... Wat dat de mensen op Twitter zetten, de cringe-video's van iemand die slecht aan het dansen is. En dat ik, dat is TikTok. Maar TikTok is fucking hilarisch. TikTok is echt grappig. Dat zijn echt de meeste virale video's komen eerst aan TikTok en dan zie je ze op Twitter. Ja. Ja. Het algoritme op TikTok is gewoon ook zo fucking goed. Ja. Iedereen heeft de kans om met zijn content ver te raken. Of dat je nu de juiste titel gebruikt of niet, zolang dat goed is. En dat mensen erop klikken, dat gaat het ook goed doen. Terwijl dat blijkt bij YouTube en YouTube en je hebt daar ook, denk ik, 10.000 volgers of zo. Bijna, denk ik. Ja. Bijna. Dat is zot. Mm-hmm. Nee, vet. Ondertussen dus duidelijk op sociale media wel aan het groeien. Heb jij... Want je doet al musicals. Ja. Heb je ambities om te acteren misschien op tv of zo? Dat is ook heel raar doen. Ja? Heel raar. Ooit al aanbiedingen gekregen? Nee, wel al audities gedaan. Niet doorgeraakt natuurlijk. Nee, nog geen aanbieding gekregen. Maar ik denk ook dat mensen nog niet echt weten dat ik acteer. Oké. Want ik in die filmpjes, je kan je mama nadoen, maar dat is nog niet zelfs als ik like, kan acteren in een tv-programma. Natuurlijk weet ik ook niet of ik dat zo... Kunnen, maar... Ja, toch niet. Je weet dat nooit. VTM 1, 4. Ja, die kijken allemaal. Al de CEO's van de grote bedrijven kijken nu. Exact. Als jij een merk nu wilt vragen om je te sponsoren... Eender welk. Nee, dat is niet waar. Eender welk merk. Tampons, wat denk je? Tampons, honestly, ik zou dat goed verkopen. Maar daar kun je echt nog wel eens grappig mee doen. Sowieso. Ja, en de meeste van mijn volgers zijn ook meisjes, maar dat is bij iedereen zo, denk ik. Ik denk dat bij jongens zijn vaak meisjes. Ja. Daarom was ik aan het denken van, wat als ze mij een make-up palet geven? Ik denk dat er meer van mijn volgers die geïnteresseerd zijn dan in sowieso. De beauty guru. Veel interessanter als er dan een kerel dat uitprobeert dan als er gewoon een meisje uitprobeert. Voor een video, dan vraag ik desnoods een van de grote Instagram-blogsters om mijn make-up te doen. Lijkt me nog wel grappig, zoiets. Ja, wel, ja. Dus. Dat is ook helemaal niet interessant voor mensen. Dus wij hopen dat er één make-up brand ons sponsort. Exact. Ik was eigenlijk aan een andere vraag aan het denken voordat we begonnen over make-up en zo. Ik heb proberen terug te zoeken in mijn... We waren bezig over... Slapeloze hoofd. Over tampons. Oké. Meisjes die veel jongens volgen. Oké. Ik heb dan heb je het al direct over make-up, toch? Ja. Denk het. Ik zit niks in mijn test, nee. Er zit weinig nog tussen. Iedereen is nu aan het terugspoelen. Superbelangrijk. Een half uur gesprek dat we nu niet meer heen. Inderdaad. Wij gewoon als twee maloten. Jawel. Misschien is dit een goed moment om de foto te bekijken. Ah, ja. Oké. Ik ben echt benieuwd. Ik weet ook echt niet wat... Je moet verwachten. Ja, is de woordrap? Is de... Oof, ik denk dat je zwaar teleurgesteld gaat zijn. Hij zegt zo weer terugscrollen, zoveel DM'en wij. Zoveel babbel. Dat is ongelooflijk. Wat zegt hij? Letterlijk gewoon... Bladsteenshaar. Of is het een DNA? Het is... Doreen van der Velpen. Hey! Ja, dat bladsteenshaar was omdat we de vorige keer bezig waren omdat bladsteenshaar was hardst in papier. Ah, ik heb dat nog gewoon ergens gezegd. Inderdaad, gaan we er gewoon terug over beginnen? Bladsteenshaar? Nee, het is juist in papier. Kies, doe wat je wil. Amuseer je. Lang maar bij amuseer terwijl ik speel. Dat is een feit. Dit is Doreen van der Velpen. Yes. Bedankt voor het luisteren. Hey, of kijken. Of kijken, inderdaad. Want Doreen heeft al een paar keer mijn tweet geciteerd, maar ik zie dat persoonlijk moeilijker als iemand iets citeert. Je kunt dat moeilijker terugvinden. Ja, dat is waar. Dus als iemand dat retweet, is het heel makkelijk te tikken op het aantal retweets. Maar ik heb daar allemaal echt een stuk of 3-4 keer voorbij zien komen. Mm-hmm. En elke keer gewoon vergeet achteraf. Maar nu dus, Doreen,
I see you. Bedankt voor het luisteren. Best wel blij van Doreen. Ja, ik word gewoon ontroerd van. Ja, over bladzijn schaar gesproken. De reden dat iemand dat mij stuurde was omdat ik recent op M&M te gast was. Daar hadden we dat ook gezegd, bladzijn schaar. Nee, ik had toen schaarste in papier gezegd. Maar schaarste in papier, de reden waarover we praten was omdat mijn vriendengroep en ik daar ongelooflijk veel belang aan hechten. Aan bladzijn schaar. Schaarste in papier. Waarom zeg ik nu bladzijn schaar? Ik ben verward wat dat je nu exact. Voor dingen op te lossen. Als wij in een groep een beslissing moeten maken. Van, wie gaat er naar de winkel en de rest mag gewoon blijven liggen in bed of zo. Dus ochtends of wie gaat de afwas doen? En jullie gezamenlijk bed. Dat bed voor vier personen waar we met acht in liggen. Nee, dus wij gaan allemaal in een kring staan. Ja. En dat is super spannend. Iedereen die dit is, fuck je serieus. Nee, zwijg. Oké, schaarste papier. En dan totdat er x aantal mensen overblijven, dat is echt zwaar. Heb jij zoiets waar jij binnen je vriendengroep veel belang aan hecht? Alcohol? Nee. Stik hem wel, maar nee, dat is niet goed. Nee, hij dat wel gedaan, en ik had dat spelen dan vaak, met belasting is haar, dat je vanaf dat, allee, iedereen loopt rond, je doet het met elkaar, je doet het met elkaar. Met elkaar, en vanaf dat je afvalt, dan ga je achter de persoon gaan staan van wie dat je verloren hebt, en moedig je hem aan. Okay. En uiteindelijk zit je dan met een groep van 40, en de ene kant heeft superveel aanmoedigers, en dan is iedereen massa's te roepen en al. Dat is wel graaf. En dan heb je in een treintje met massa's meisjes achter je, go, zit te roepen. Ja, dat is net hoe hyped je kunt worden bij zoiets. Ja, wel, Nee, en nog iets anders, gelijk, Pinky Promise. Is dat iets wat jij ooit gedaan hebt? Nee. Ik weet dat in het lager was dat voor mij de zwaarste vlog. Dat was een contract gewoon. Als je dat was dat niet eens als je pink mocht afsnijden? Ik heb dat bij een stuk of vier mensen gedaan, denk ik. Ah, de pink afsnijden. Pinky Promise gebroken. En de lijkt dat in de haren zonder je bij. Ja, ik heb dat hier in dit gebeurt. maar op zich, nu... Er zijn nog steeds mensen die heel veel waarde aan hechten. Ja. Ik snap dat wel. Wel, als je iets belooft dat je de taal achterin, dat niet telt. Ook als is dat niet. Oh, heb je dat al gedaan? Nee. Ik maak geen belofte. Of dat ze zeggen van, laat je handen zien, je hebt je vingers niet gekruist. En tenen. Ik heb mijn tenen gekruist. Laat je tenen zien. Laat je tenen zien. Dat heb ik al wel gedaan. Heel eerlijk. Zo vals. Ja, tegen mijn broertje, sorry. Sorry, wel even. Nee, eigenlijk echt niet, denk ik. Nee? En dan ben ik gewoon redelijk makkelijk. Zeg, we gaan allemaal samen naar de winkel. Of we gaan niet. Okay. Of Deliveroo. Niet gesponsord door Deliveroo trouwens. Nee, maar wel gesponsord. Als je wilt, of Takeaway, of Uber Eats, weet ik veel hè. Maakt niet uit. Sponsor ons. Wie biedt er het meest? Dat is echt wel letterlijk, dat is waar ik op leef. Als ik geld heb, dan is het echt gewoon van die Takeaway dingen. Ja. Dat ik gewoon hier op mijn kot kan blijven chillen. Oké, hem ben uit geweest, maar ik denk dat je daar een klokken zelf niet echt hebt. Ik zou niet weten wat je daar moet bestaan. Weet je wat je hier in Brussel hebt dat fucking handig is? Wat hè? Uber. Like de taxi-dinges. Geen enkele andere plek in België. Ah, wow, dat is wel zo. In Brussel. En breek je dat ook? Ja. Ja? Dat is super. Ja. En dat is op zich nog relatief cheap. Ik vind echt jammer dat in België... Deze podcast is gesponsord door Uber. Uber, ja. Nee, dat zit... In hoeverre vertrouw je dat dan? Want dat zijn ook allemaal letterlijk mensen die gewoon... Dat is een goede vraag. Ik weet van mezelf, ik ben niet zo'n goede chauffeur. Ja. Hoe vertrouw je dat die allemaal super goede chauffeur? Zeker hier in Brussel, daarnet zijn er al drie accidenten geweest onderweg naar... Allee, bijna accidenten. Wat? Onderweg naar hier. De bus die hier reed, notte die er juist naar voren. Serieus? Ja, oké, welkom in Brussel. Ja, maar het is wel... Het verkeer is wel intens. Maar bijvoorbeeld ook, wat dat je zegt, die Uber-chauffeur, de eerste die ik richting... de VRT was dat toen, voor je had. Die gast was zot. Die dacht gewoon van, fuck, ik moet hier naar mijn volgende klant. Dat was echt gek. Want inderdaad, die worden betaald voor hoeveel dat ze klanten dat ze hebben die avond. In Italië waren we een keer naar Rome geweest. En daar zijn de chauffeurs ook super gevaarlijk. Uh-huh. Maar echt niet normaal. We zaten in een taxi, maar die hadden waarschijnlijk ook dubbele boeking of zo. Want die reden ook super snel. En tijdens die rit is de auto uitgebarsten, omdat hij zo snel over de drempel reed. Niet zeven. Dat was echt... Ik voelde me niet velen daar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, al die taxichauffeurs staan dan ook naast elkaar en zitten daar dan te roken en te roepen naar elkaar. Maar we verstaan niet, dus we weten waarom dat roepen over ons. Waarschijnlijk wel. Maar ik zo super vreemde... Als we dat even deden van, we gaan even snelle website aanmaken voor taxi-dingen. Wij dan gebeld en de eerste klant... Dat zat er niet uit als ze dat eigenlijk bedrijven. Want er waren gewoon random kerels die bij ons kwamen op in... Precies, helemaal naar ze rennen meegestapt. Maar je hebt het overleefd. Het is het belangrijkste. Super. Het belangrijkste. Ja, ik... Dat is zot. Ik ben
Vragen aan het opstellen in mijn hoofd. Ja, het is dat. Ik was vragen aan het opstellen en ik vergeet het moment dat jij je zin eindigt. Opschrijven. Ja, ik moet ze ook opschrijven. De hele tijd zo notities nemen terwijl jij aan het praten bent. Nee, therapeut. Dus. Ja. heb je je rijbewijs? Ja. Okay. Het is wel een automatiek. Het is geen... Okay. Niet meer fiets. Maar je hebt dan ook echt een auto? Of gooi je dan van je ouders of zo? De auto van mijn oma, maar ze rijdt daar niet meer, dus ik kan mijn zus delen die. Snel maar. Linda heet ze. Is dat ruzie tussen u en u? Linda is uw... De auto. Oma of uw zus? Nee, mama heet Odette, maar we noemen haar mama dit. Oké. Mama dit. Ja, mama dit. Zo schat, jij. Oké. Nee, de auto heet Linda. Tof voor mij. Wordt er ooit ruzie gemaakt over Linda? Soms. Maar okay. Ik gebruik haar niet zoveel, maar ik rij niet zo heel raar. Ik ben redelijk bange chauffeur. Oké. Okay. Ik rij niet zo heel raar, maar mijn zus rijdt wel super vaak. Doordat jij in een taxi hebt gezeten waar daardoor kapot ging. Trauma's oplopen daar. Nee, ik snap. Ik zou ook nooit meer in een auto staan. Inderdaad, daarom ook alles met de fiets. Ik ben hier komen met de fiets. Hij is eigenlijk veel veiliger. In Brussel zeker. Ja. Nee, dus, je zus rijdt wel graag? Of? Ja, ze rijdt super graag. Okay. Allee, ze rijdt ook mee naar haar werk, meestal. Want anders moest ze met de brommer, maar als het aan de regen ging, dan is haar haar nat. Oh nee, dat haar, shit man, stel je voor. Ja. Hey, dat is wel chill raar. Want ik weet dat er echt veel broers en zussen ruzie maken om de auto. Ja, ik maak gewoon niet zo snel ruzie. Nee? Ja, ik maak niet zo snel ruzie. Dat is mijn uitdaging. Dat is mijn uitdaging voor de rest van de podcast. Ruzie zoeken met jou. Dus... Uber sucks! Jij kunt de genie uitspreken. Ja, dat klopt. Trots op. Ik dacht dat er even... Nee, wat ik zoeken naar een geen die zin. Ik weet niet waarom. Ah ja, nee. Dat ik eigenlijk... ik heb een broer en twee zussen. Okay. En die maakten vroeger altijd ruzie met elkaar. En ik totaal niet meer. Die maakten over de kleinste dingen ruzie met elkaar. En ik zat er altijd tussen. Ah, ik kom wel vreemd met iedereen. Zijn jullie met drie thuis? Met vier. Vier, oké. Okay. Eén broer, twee zussen. Oké. Okay. En dan mijn mama en papa en mijn oma ook bij ons. En de andere zus doe... Het maakt ook geen ruzie. Dus één broer en één zus maakt de ruzie? Nee, en die andere zus ook. Ah, oké. Okay. Ja, ze maken alle drie ruzie met elkaar. Je gaat gewoon broer, nu is okay. Ik zit ertussen ook een chill. Ik amuseer me wel. Oh, nice. Maar dat is wel zot. Ja, ik ben eigenlijk ook wel geen agressief persoon of zo. Ja, ik kan dat ook gewoon echt niet ruzie maken. Dat echt niet. Nee, ik denk... Ik kan... Ja, ik kan niet boos zijn op ik iemand. Ik ook echt niet. Als ik ben zo... En ik weet soms echt van mezelf, nu moet je echt... Ja, nu moet je op je steven staan. Ja. En dan ook wel soms. Ik snap wel waarom en bla bla. Ja. Ben ik heel slecht in eigenlijk. Ja. Maar ik heb ook echt exact hetzelfde probleem. Je bent assertiever zien, hè. Fuck, maat. Ik denk dat ik gewoon regelmatig haatberichten naar u ga sturen. Dat jij terug tegen mij kunt boos worden. Af en toe kunt u die sukt. Go oefenen. Ja, hé, maat. Fuck die podcast, dat was niet leuk. Tweede camera angle trekt op niks. Ik zeg, shit. Dat zou me wel pijn doen, eigenlijk. Dat is echt nog een pain in the ass, man. Hoe dat je deze moet... En ook aan dat ik af en toe naar daar kijk. Ja, doe je dat? Zoals je een punchline zegt, zo... Dan moet je inzoomen op mij. Ja. Het is sowieso ingezoomd op je zoom nog meer. Ik weet niet waarom ik dit op de podcast zeg, maar heb jij zin om straks even iets te gaan eten? Heb je al middag eten gehad? Ik kan nog geen middag eten. Oké, chill, want ik heb nog geen... Ik in Brussel. Ik heb nog geen ontbijt gehad en het is nu 2 uur. Proef me aan de Brussels keuken. Ik was echt aan het denken aan een of andere fastfood chain, maar... Ja, natuurlijk. Brusselse keuken, dat is ook goed voor mij. Zie je dat vast? Knip ik dat eruit of gaan we dat gewoon ownen? Laat dat erin. Je kan het zien op onze stories wat we gaan eten. Check de stories. Deze komt 4 weken later uit, dus... Hey, ik ben 4 weken. Komt die uit? Okay. Ja, deze week heb ik een stuk of 4 podcasts opgenomen al. Ik ga er nog 2 opnemen. Schande dat je reservoir hebt. Ja, het is dat. Ik even... Want ondertussen is het wel geweten, maar ik ga 2 keer per week beginnen vloggen. Mm-hmm. Dus ik moet even die podcast al op voorhand hebben, dat ik die kan posten terwijl ik ondertussen aan het vloggen ben. En niet. Want ik moet gewoon meer voorbereiden, snap je? Ja. Want ik heb alles. Mijn examens, met deze podcast, is duidelijk dat ik ook weer minder goed voorbereid was dan dat ik zou moeten. Dan moet ik eigenlijk ook met mijn content meer en meer beginnen doen. Ja, ik eigenlijk ook. Ja? Ik ben nu, maar tegen dan... Binnen 4 weken gaat er wel een video uit op YouTube. Oké. Okay. Eerste echte video. Als in... Allee, ik denk dat die binnen 4 weken gaat uitkomen. Kun je er al iets over delen? Is dat een soort... Maar ik denk dat die al uitzien, dus ik denk dat ik het wel kan zeggen. Okay. Nee, het is geen sketch. Het is iets meer zo'n documentaire challenge ding. Oké. Okay. Ik kan al gewoon zeggen wat dat is. Je gaat waarschijnlijk wel waarschijnlijk zal het allemaal uit. Dus, ik ga zo expres deze posten voor uw video. Ja. Exclusive. Ja. Nee, mijn broer is coach in de fitness. Oké. Okay. En ik heb nu 3 maanden redelijk hard fitness gedaan bij hem. Met alles erop en eraan. Met voeding en proteïne shakesjes en al van die dingen.
En nu zit ik in de laatste week ervan. Dus volgende week is dat gedaan. Hm? En dat is nog de week daarna dat ik ook nog ga... Fit, man. Nog ga filmen en zo bij. Dus bij de documentaire-achtige. Fit, man. Dingetje. Ik heb het op je story gezien, inderdaad. De selfies en shit. Ja, eigenlijk ging ik kwaad met dat op mijn story te zetten tot ernaast. Dat mensen niet wisten dat ik dat toen was. Maar je kan het niet weer staan om in de fitness te zitten en dan niet op je story te zijn. Belachelijk. Bent je naar de fitness geweest als je niet op je story hebt gezet? Nee, totaal niet. Nee, zie, daarom. Dan zit je gewoon thuis in je zetel. Nee, klopt. dat is zo de hedendaagse versie van als een boom in het bos valt. Maakt niet uit. Inderdaad. Als niemand weet dat je naar de fitness geweest bent, had het dan net. Nope. Exact. Niemand weet dat ik sportief ben. Je gaat dat niet zien aan je lichaam. Zo. Nee, totaal niet. Misschien ben je een jaar. Zet eerst een story misschien. Ik vind het wel grappig. Elke story in de fitness is hetzelfde. Ja, maar je kunt ook niet veel doen, hè. Zie, daarom. Dus, maar toch... Denk... En kan ook niet eigenlijk iets zijn of een mokma, want het is super vreemd voor de andere mensen die ook in de story zitten, dat ik daarbij zit te vloggen. Dat is iets wat ik niet gewend ben, want te vloggen als er andere mensen in de buurt zitten. Ik volg nu 2 jaar. Ja. Ik vind het nog steeds moeilijk. Ja, maar... Dat is echt lastig. Want ook gewoon, mensen lachen er altijd mee dat ik mijn camera zo hier... Deze is mijn angle, dat ik zo sta. Ja. Mensen lachen er altijd mee, maar het is oftewel deze, oftewel zo. Mensen en dan... Yo, iedereen. Kijk, ik kan zo heel onopvallend filmen langs onderin dat ik dan mijn camera draai naar mijn vrienden. Op ooghoogte. Wat film, ça va. Op het moment dat je zo begint, dan word je dat irritant ventje met je camera. Ja, wel. Dat is veel te opvallend. Ja. Ik kan ook niet ergens je camera zetten, maar wat doe je dan? Als je hem dan ergens zet, like, nu gaat dat wel, omdat dat like, podcast is, waar je iets like, voorbereid hebt. Uh-huh. Maar je hebt gewoon aan het vloggen moment kun je moeilijk hebben daar zetten, terwijl je dan klopt. Like, iets tofs, random, gewoon dagelijks aan het doen bent. Het moet zo dynamisch zijn. Ja, zo, wel. En dat is moeilijk om inderdaad... Ja, zie je, jouw ding is heel snel, dynamisch. Ja, ik doe mijn best zo, zo snel mogelijk. Ja. Ik heb echt ervan soms... Ja, nee, maar gewoon, ik denk dat zo... Nu zijn mijn video's systematisch 3 minuten, omdat ik denk dat zo lang genoeg is om iets te vertellen. Ja, niet lang genoeg is om saai te worden. Ja, wel. Want ik krijg veel berichten van, maak uw video's langer. Sorry, dat ga ik niet doen. Gewoon, het is puur voor het feit dat ik fuck denk... Fuck jullie, sorry. Ja, gewoon omdat ik jullie haat. Ja. Nee, gewoon omdat ik denk dat een video heel snel... saai kan worden. Ja, inderdaad. Ik weet dat maar als dat gewoon, like, wat je aan het doen bent in de week, soms doe je ook niet veel, hè? Like in de blok, wat doe je in de blok? Exact, ja, dat is ook like... iets dat ik wil zeggen. Soms lijkt het alsof ik constant dingen aan het doen ben, maar dat is letterlijk, ik heb 3 minuten in de week nodig waar ik me amuseer en daar een video van maak. Ja, wel. Dus niemand ziet het dat je alleen aan het blijven bent. Ja, dat is letterlijk. Ik haal mezelf in slaap. Ik haal mezelf heb je niet geslapen, maar daarnet was ik nog aan het blijven. Exact. Maar nu dat jij dat zegt, zie ik echt best hoe mijn bitter bij ligt. Totaal niet opgemaakt. Lijkt dat is relatable. It's relatable. Ja, ik ben ook menselijk. dat wist je niet ervoor. Ja, het is exact. Nee, maar het lijkt alsof er iemand hier geslapen heeft. Klein ook. Met mij. 2 oogmaskers. Ja, wow, dat lijkt echt alsof er iemand hier geslapen heeft. Iemand extra dan ik dat, maar dat is niet waar. Daarom was het gewoon al snel een beetje bezig. Exact. Nee, ik weet gewoon, de tweede oogmasker is omdat er één zo iets of wat kapot is en ik te lui ben om dat weg te gooien. Slap je altijd met een oogmasker? Eigenlijk al heel lang niet meer, maar dat ligt gewoon nog in mijn bed. Het is wel nog op kamp doe ik dat wel altijd. Ja. Alleen kan ik dat niet. Als ik gewoon met een oogmasker slaap, maar op kamp, om de 3 minuten komen er mensen binnen. En dan ben ik gewoon de t-shirt rond mijn hoofd. Want je bent hoofdleider. Ja, en de Keizaknokken. Keizaknokken. Als je die ene van de Twitterfilmpjes wilt zien, ga naar Keizaknokken. Steek je kind in Keizaknokken. Steek je kind in Keizaknokken. Fuck de coach, fuck de hero. Ja. Nee, dat is niet waar. Nee. Ik was er laatst over aan het nadenken. Zijn er zo van die liedjes, zoals Hero, Kakao, Afgelakken Frisco, over KSA en Scouts? Iedereen denkt zo naar elkaar. Bla bla blinkt, bla bla stinkt. Like, KSA blinkt, Scout stinkt. Like, totaal niet origineel. Iedereen hetzelfde. Okay. C-H-I-R-O, C-H-I-R-O. En normaal zeggen zij dan, we zijn een toffe band of zo. En dan zeggen ze zijn een band meetjes. Super edgy. Dat is wel heel goed. Nee, maar ik denk echt, al die jubileen komen echt goed overeen. Is dat zo? Ja, het is niet echt rivaliteit of zo. Oh. Het is ook zo de vlaggenroof dat we doen. Iedereen kan ik weet. Zo op camp, dat je zo naar het andere camp gaat. Ja, of tijdens feestjes en al is de bedoeling dat je zo elkaar zijn vlag steelt. En dan terugsteelt en zo. Dat is wel chill, want elke keer als ik tegen iemand praat, zo'n... En ik vraag per ongeluk van, hey, hoe is het op de Giro, terwijl die in de scout zit? Dan zijn ze wel offended. Ja. Maar voor de rest is er wel een goede band tussen mensen. Mobile. Oké, goed. Ik heb dat nooit echt... Dat heeft mij nooit aangesproken, maar ik denk ook wel dat gewoon iets is. Als je dat heel jong begint, dat je echt wel een band opbouwt met andere mensen. Ja, ik zit letterlijk al in zijn 3e kleuter, dus. Echt? Ja. Maar dat is stevig. Ja, en ook een heel mijn vriendengroep bestaat gewoon uit de KSA. Wat aan de ene kant super tof is, want je hebt direct een vriendengroep van 40 man. Uh-huh.
Maar als je dan een feestje geeft voor je verjaardag, direct... Je moet direct 60 man in, want dan had de huidige leiding en dan de oud-leiding. Dus je geeft dan een verjaardagsfeest, voilà, 60 man. Stevig. Is dat dan thuis? Heb jij ooit een homeparty al gegeven voor zoveel man? Ja, ben je thuis, ja. En is dat goed gelopen? Heel het huis lag onder confetti. Oef. En als mijn partypoppers binnenkomen, super tof, dankjewel daarvoor. Oh, wow. Hold up. Wat ik zeg. Oh, ook partypoppers. Moet je dan even... Gaan we nu gewoon? Nee. Ah, oh, ik dacht echt nu. Dat is wel grappig geweest, maar dan moet ik dat opruimen. Dus, nee, toch niet. Ik weet niet waarom ik die dingen nog steeds heb. Dat is dan nieuw, heb ik de auto's gekocht. Is dat je rommelbakje? Yes. Top. Het ziet er nog clean uit, hè? Ja, wel. Het is nog georganiseerd zitten in een doos. Ja, het is een georganiseerd rommelbakje. hoe zijn we partypops gekomen? Ah ja, homeparties. Ja, ja, ja. En voor de rest is dat niet... Er is geen bier of water over gemorst, dat er nee, van die vieze geen Project vlekken. X toestand. Ja, nee, maar dat is gewoon... Dat is niet per se Project X, maar als je met kleur op de grond... papier met kleur op de grond laat vallen en er komt iets aan bier op... En het is, ja, ja. Stel, dan kan dat die kleur gewoon in de steen of ja, in wel, de, ja. Het hout. Dat is eigenlijk niet gebeurd. Oké, okay, chill. Op leven nog meestal niet zo lang. Meestal... Ik doe dat niet graag bij me thuis. Ik deed dat vroeger heel graag. Totdat er eentje zwaar uit... Ja, het is gelopen. Oei. Aha. Dus, ja, het huis is trash. Ja, dus... ja, er is dus iemand... We hebben zo'n schuifraam. Mm-hmm. En ik ken het, dat zo keigrappig is. Haha, die loopt tegen het raam. Want die heeft niet gezien dat dat een raam is. Dat is allemaal keigrappig. Totdat je er gewoon dwars door loopt. En je hele raam eruit ligt. Ik had wel eigenlijk... Ik duw van, ja, inderdaad. Tegen het raam lopen. Iedereen doet dat. Ja. Nee. wij lopen nooit tegen het raam op de vloer. Ja, nee. Exact. Gewoon echt los erdoor gelopen. Ja, een bierbikfest of zo. Gewoon met die bierbike in zijn gezicht tegen dat ding. Ja. Maar dat is ook gewoon dat niet slim. Allee, nee, dat nee, is ook nee, geen, dat kan ook op een enkele andere manier uitdraaien. Dat is ook feit. Dat was gewoon met de intentie, ik ga de mensen kapot. Het raam bedoel ik, dat is zo'n schuifdeur. Ja, ja, eigenlijk. Ja, oké. Okay. Ja. Ah, ja, het schuifdeur. Het was... Sorry. Ja, maat, het is fucking normaal. Ze zijn nooit raam tegen schuifdeur. En we zijn ruzie aan het maken. Fuck you. Fuck you. Ik ben wij. Ze blijven alleen een fastfood in Brussel. Ja, weet je, dat is echt wel gewoon mijn leven de laatste tijd. Fastfood in Brussel. Over dat feestje nog, dat was echt niet het enige wat dat er... Dat was echt gepist binnen huis en gekotst op de muur en zo. Oh. Dat ik echt heel lang... Hey, ja, binnen huis gekotst op de muur. Nee, ik niet. Mijn gasten hadden vieze dingen gedaan met mijn huis. Holy shit. Een pandabeer in het zwembad waar dat ook op gepist was. In ieder geval, leuk feestje. Leuk feestje, maar het is hier gestopt met filmen. We zijn terug vertrokken. Ik feest... Om die reden alleen feest ik al niet gaan bij me thuis. Allee, ik wil wel mensen uitnodigen bij me thuis. In mijn tuin dan bijvoorbeeld, zo, maar gewoon voor de rest. Ik vind het super gemakkelijk. Je hebt dan al de verantwoordelijkheid. En je moet dan zorgen voor dat de dan coach zal gaan. En ook als ze mensen te zet zijn, is het ook een beetje je verantwoordelijkheid. Wel, het is dat. Een beetje, dat is iets wel. Inderdaad. Ja. Het is jouw schuld. Hij gaat ervoor naar de gevangenis. Ja, gewoon. En ook gewoon als er... Bij mij was mijn grootste probleem, was mijn ouders hadden mij vertrouwd met huis alleen dat weekend. En ineens, En ze wisten er niet van ook. Ja, ze wisten dat er een feestje kwam. Daarom zou hij speciaal voor mij op weekend gegaan, moesten zeiden van... Zodat hij een feestje kon geven. Je moet echt niet. We vertrouwen nu dat het allemaal in goede banen kan geleid worden. Ja. Terwijl je straf had achteraf of niet? Goh, ik weet niet. Het is uiteindelijk niet mijn schuld. Ik heb het hele huis proper opgeruimd. Ja, het raam was pittig moeilijk om te ruimen. Mooie opruimd. Het was gewoon met plakband zo elk stukje in elkaar. Maar ja, goh, dat is... Mijn ouders zijn echt... Ik heb echt heel nice ouders. Als ik heel... cool, hè. Ze zijn ook echt niet streng mogelijk. Ja. Maar ook gewoon begrijpen... Dat zo'n shit gebeurt. Maar natuurlijk niet blij, hè, zo'n dingen. Maar, oh, nice, Andrew. Hey, nice lekker feestje, goeie feestje, man. We hebben dat zo geamuseerd. Exact. Heel dankbaar voor mijn ouders. Dat was nog... Ja, ik heb nu al 3 keer over M&M begonnen, maar... Doe maar, maar. Op M&M heb ik gezegd... Dus ze vroegen, als jij in nood bent, naar wie zou je bellen? Ik zeg, naar mijn papa, mijn beste vriend. En heb ik zo een hele liefdesbrief over mijn papa gezegd. En toen besefte ik van, shit... Mijn mama zou je ook mama bellen. Dus ik wil bij deze zeggen... Mama, love you. Ongelooflijk hard. Ik hou ook van jou, mama. Alleen niet van jou, mama. Wow. Van jou. Rustig, kom aan, mama. Jo, mama ook. Toffe mama waarschijnlijk. Dat moet. Zeker weten. Mama is een schatje. Dan.
voordat, want we zijn ondertussen alweer pittig lang bezig. Pittig lang. Pittig lang. Echt. Vrij lang. Ik wil naar huis. Ja, ik ben kotsbeu in ieder geval. Ik wil gewoon gaan eten. Ik ben hier volledig klaar mee. Nee, maar ik vind het altijd interessant. Waarover zou jij het nog even hebben? Iets dat jij eruit wilt, een laatste gedachte. Oeh. Ik begin echt op een positieve noot, hè. Hmm. Moeilijk. Positieve noot. Positieve dingen in het leven zijn moeilijk. Is dat zo? Nee, dat kan keizielig zijn. Moeilijk, eigenlijk echt geen idee. Abonneer op mijn YouTube-kanaal. Oké. Had in de schuld in zegt, geloof ik? Nee. Blokje, okay. Rapporteer, dat kan. Ja, rapporteer, spam alleen maar. Nee, zo, zeg maar. Jitse Power ook gewoon? Ja, ja, okay. Ik denk Jitse Power gewoon. Oké, top. Ja. En op Instagram, dat is zot hoeveel dat verschilt qua volgers. Niet dat ik dat super belangrijk vind of zo, maar dat is echt zot. Like, op Twitter is dat 17.000 en op Instagram, dat gaat niet naar boven. En eigenlijk, als je foto's zet, gaan er 10 af. Om de een of andere reden. Ja, ik weet niet of dat is, maar ik fucking lelijk ben, waarschijnlijk. Ik denk dat dat een rol speelt, maar... maar dat is gewoon als... Sommige mensen, als je ooit op een story hebt gestaan van iemand, en mensen hebben je gevolgd, of iemand heeft je Twitter gezien, en heeft je daarom Instagram gevolgd, en dan post je iets, en denk je van, eigenlijk... Kan me niet chillen. Dit boekt mij niet zo erg als de Twitter of zo. Ja. Snap ik ook wel. Ik heb ook soms, als ik iets post, en dat er dan gewoon ineens mensen mij ontvolgen, dan denk ik van, ah, oh. Excuseer. Dat was blijkbaar geen topfoto. I'm offended. Ik heb de laatste tijd meer en meer moeite weer met Instagram. Omdat ik... Ja. Ik weet niet, man. Ik haat het om foto's te nemen. Ik weet ook niet hoe. Ik ook niet, man. Ik wil dat niet vragen aan iemand van, hey, trek ik geen foto's van me, want ik ga super slecht in op foto's staan. Same. En als ik begin te lachen, ga mijn ogen zo dicht. En dan lijkt ik zo... Ik weet niet... Ik kan ook niet lachen. Ik vind ook dat ik verschrikkelijk. Dat is en ik heb ook mijn lui oog, dat ook super hard uitkomt met foto's. Toe, hè. Godverdomme. Zonnebrillen beginnen draaien. Photoshop. Photoshop. Hey, Photoshop, eigenlijk. Waarom niet? Als ik erbij zet dat gefotoshopt is, is het dan eigenlijk. Maar als je op zich nu... Kom eens gewoon dicht bij de camera, dan gaan we ineens een thumbnail fixen. Dan ga ik dat photoshoppen. Dan doe ik de duckface van deze keer. Misschien moet dat mijn ding worden gewoon. Duckface, is dat je ding? We zijn zo aan het staren naar de camera. Ja, duckface doe jij op zich toch wel, hè? Ja, ja, maar dat is de enige manier dat ik controle heb over mijn gezicht. Andere klaar is zo... Maar ik kut. En ik dan boos kijk, is zo... Je ziet er heel snel zo dwaas uit, eigenlijk in ieder geval, zoals ik zo probeer te lachen. Ja. Als je aan mij een foto vraagt, sorry dat ik er... Ja, ik zeg dat ook altijd, als je mensen mag foto's, ik kan wel echt niet mooi op foto's staan. Ah, oh, dat is niet hè. Ik zeg ook altijd. Ja. Maar inderdaad, er zijn weinig mensen die dan zeggen van, ah nee, oké. Okay. Ah, is dat? Ah, dan moet je foto hebben. Bedankt, veel plezier vanavond. Ja, ik denk dat ik gewoon van duckface mijn ding ga maken. Dat wordt gewoon mijn merk. Oké. Okay. Er zijn mensen die inderdaad, David Dobrik... Je hebt bijvoorbeeld zo een specifiek lachje, dat mensen zeggen van, oh, die lach. Ja. En de duckface is ook net lang genoeg uit dat cool is. Want toen dat in was, was dat niet cool. En nu is dat net lang genoeg uit, denk ik, dat ik dat weer cool kan maken. Ja? Dat kan weer in zijn. Yeah. I'm gonna bring it back. Netjes. Is Dabben al terug cool? Dabben is nooit stom geweest. Dabben was altijd cool. Wat zijn zo'n leuke dingen? Ik denk dat we er zo'n beetje alle dingen... want duckface, is dat ooit echt cool geweest? Nee. Nee? Dat was altijd belachelijk. Dat is zo'n ding, dat als er iemand een duckface foto plaatst, dat je pang pang mocht zijn, dat het dan de ene echt? Jacht was. Zo. Oh, dat is keihard, dat wist ik niet eens. grappig. Ja. Nee, maar nu is het zo lang genoeg geleden dat mensen weten dat je zo... Oftewel ironisch doet. Ah, wel, ja. Of dat moet je super overdreven doen en met instrekt. Like, ik heb gedapt van het begin. Oh mijn god. Ik was direct in. Echt? Ik ben altijd in het begin zo wat te graven van die trends. Ja. Ik ben met de cool geworden. Oh, dabben? Nee, dank u. Dank u. Ik zou wel gewoon whippen en nee. En de wow. En de wow. Was cool. Dat is dat hij geëvolueerd is. Vroeger kwam hij gewoon van hier en nu is het al gewoon dan. Ja. Of zo, wacht, in deze. Ik kan het niet kunnen zien, ja, ik kan het niet. Zo op deze shit. Ja. Maar die TikTok e-boys, die kunnen dat zo. Jawel. Dat ziet er graaf uit, maat. Dat is echt nog cool. Sommigen zijn dat cringe, dus ik vind eigenlijk echt niet... Heel veel van die dansvideo's vind ik eigenlijk echt niet zo cringe. Oké, iedereen doet dat zo... Lachen, maar nee. Veel mensen zeggen, zo cringe vind ik dat... Ja, nee klopt. Ik kan er wel niet mee lachen, want ik kan niet dansen. Dus als die zo van die dansjes ingestudeerd hebben... Oké, ja, dat is niet wat ik zou doen, maar... Nee. Respect. Als ze dat zo met vier doen, echt zo super, super synchroon... Dat is gaaf. Wat ik minder gaaf vind, is deze shit. Ja, of nu die nieuwe trend, dat zo... Dat is met die inzoom op je hoofd. Shit, dat is zo dat keischattig liedje. Ja. Shit, maat.
Hey, ook wel mensen die niet weten waarover dat we het hebben. Ja, maar die gaan ons gewoon... quality content. Ja, man. Ja, verder, heb je nu uiteindelijk je laatste gerecht eruit gegooid? Want je zei positieve gerechten zijn moeilijk. Ja, ik denk het wel. Ja? Ja. Volg mij op Instagram, niet Ender. Nee, ik met waardeloos profiel heb ik. Mensen ontvallen mij toch alleen maar als ik foto's post. Volg mij je duckface wilt. zo zou je op die... shit man, al die TikTok-referenties. Sorry dat ik er niet van snap. Inderdaad, dat was dat stil aan de podcast voor deze week. Heel erg bedankt om langs te komen, Jesse. Super raad aan. Heel erg bedankt aan... Weet je nog wie, dat er, weet je nog wie er op de foto stond? Dorien en achternaam iets met een van. Van Dorien, okay, Dorien van Waldenhem. Ik denk niet dat het was. Jij weet het niet meer. Van Steppelen. Jij moest het wel weten. Ah, dat is, nu voel ik me wel schuldig. Sorry. Hey, Dorien. Je hebt je naam al zoveel zien passen. Oprecht, nee. Dat is geen joke. Oh, nu kom ik over als een eikel. Ik heb de moeite gedaan om u een foto te sturen. Ja, ja. Dus, I appreciate you, Dorien. En sowieso dat men de naam uit me niet gaat schieten. Moment dat sowieso. Oké, in ieder geval... Abonneer op de podcast, als je nog meer wilt zien, als je niet meer wilt zien, dan waarom ben je hier? Waarom ben je hier dan? Nee, nog eens bedankt, iets om te komen, super aan te luisteren. Yo! Dat was de podcast voor deze week, tot volgende maandag. Ciao! Peace! And love. And love. Damn! Ja, super man. Dik in orde. Yeah. Oké. Okay. Ik mag mijn persoonlijkheid er afzetten bedoel.